Welkom bij een nieuwe aflevering van Wethekker en Vermaan. Zoals velen van ons weten, is onze godsdienst een godsdienst van het goede gedrag. Allah subhanahu wa ta'ala zegt in de Koran, وَقُولُ لِلنَّاسِ husna, en zegt tegen de mensen het goede. Oftewel, ga om met de mensen, met een goed gedrag om met de mensen. Ook zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam in een bekende hadith, إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتِمَّ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ. Ik ben slechts gestuurd, en dit zijn de woorden van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Ik ben slechts gestuurd om de nobele en edele en goede gedragseigenschappen over te brengen aan de mensen. Dus alles wat de profeet sallallahu alayhi wa sallam ons gegeven heeft aan bevelen en hetgeen wat hij ons verboden heeft, zijn alleen maar goede zaken. En zaken die ons helpen om onze gedrag te verbeteren. En er zijn vele daden die belangrijk zijn om die ervoor zorgen dat je een goede gedrag kan creëren. Maar er is één daad die eigenlijk boven al deze daden staat. En dat is dat je goed denkt over de moslims om je heen. Dat je dus een goede vermoeden hebt over de moslims om je heen. En ook een goede vermoeden hebben over hetgeen zij zeggen en ook over hetgeen zij doen. Dus ons onderwerp van vandaag is het goede vermoeden over jouw medemoslim. En waarom benadrukken we dat in deze aflevering? Het is namelijk zo dat de mensen, en de moslims ook, vaak stilstaan bij de dingen die om hen heen gebeuren. Dus als iemand iets zegt of iemand doet iets, dan krijgen we een bepaalde vermoeden. Soms denk je over die persoon, waarom zegt hij dat? Waarom doet hij zo? Waarom kijkt hij op die manier naar mij? Heeft hij wat tegen mij? Allemaal vragen die wij onszelf heel vaak stellen. Maar het is niet iets wat gebouwd is of het is niet iets wat gefundeerd is op een zekerheid. Het zijn slechts vermoedens. En het kan ook zo zijn dat deze vermoedens soms slechte vermoedens zijn. Maar als jij slechte vermoedens hebt over een persoon, betekent dat dan ook dat je echt weet wat deze persoon denkt? Of waarom hij dat gedaan heeft? Of dat gezegd heeft? Dat weten we eigenlijk niet. Het is slechts Allah subhanahu wa ta'ala die echt weet waarom iemand iets gedaan heeft en wat hij uiteindelijk ook geïntendeerd heeft met die uitspraak die hij gedaan heeft of met die daad die hij gedaan heeft. En vandaar dat we dus deze benadrukking met jullie nog een keer willen doen, is dat de islam ons verbiedt om af te gaan op vermoedens. Op vermoedens die slechts twijfels zijn. Want het kan zijn dat er door deze vermoedens uiteindelijk banden, belangrijke banden die we eigenlijk moeten onderhouden, dat we die verbreken. Laten we zeggen, je hebt een goede band met een broeder, of je hebt een goede band met een zuster, en uiteindelijk vanwege een slechte vermoeden zal deze band uiteindelijk kapot gaan. En daarom zegt ook Allah subhanahu wa ta'ala in de Koran over het gevaar van het slecht denken over jouw medemoslim. Allah subhanahu wa ta'ala zegt, Ya ayyuhalladhina amanu, o jullie die gelovigen. Dus Allah spreekt ons hier aan. Hij zegt, o jullie die gelovigen, ijtanibu kathiran min adh-dhann. Blijf uit de buurt van de meeste van jullie vermoedens. Want inna ba'da adh-dhanni ithm. Want sommige van jullie vermoedens zijn zondes. Sommige van jullie vermoedens zijn zondes. En Ibn Kathir, rahimahullah, zegt in de uitleg over dit vers, dat het vermoeden eigenlijk een soort van beschuldiging is. Een beschuldiging waarbij je eigenlijk een persoon neerhaalt. Want jij denkt iets over hem wat misschien helemaal niet waar is. Vandaar dat Allah subhanahu wa ta'ala ook zegt, inna ba'da dhanni ithm. Sommige van deze vermoedens kunnen gewoon een zonde zijn voor jou. En vandaar dat Allah subhanahu wa ta'ala ons ook verbiedt om slecht te denken over de moslims zonder enige zekerheid of zonder enig bewijs. En ook zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam in een andere hadith waarin hij duidelijk de gevaarten van het vermoeden, dus het slecht denken over jouw medemoslim, het benadrukt. Dus de profeet benadrukt ons dat het vermoeden een slechte zaak is. Hij zegt sallallahu alayhi wa sallam, hij zegt, Iyakum wadhan. Kijk uit voor het vermoeden. En waarom? Hij zegt, فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ. Want het vermoeden is de meest leugenachtige bericht. Moet je je voorstellen, de meest leugenachtige bericht dat er maar is. Van alle woorden die een persoon kan zeggen, van alle daden die een persoon kan doen, het vermoeden over zoiets is het meest leugenachtige bericht dat er is. Want dat zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Hij zegt dat de van, het vermoeden, een akdhabu al-hadith is. Oftewel, het is de meest leugenachtige bericht. En ik weet, en dat weten wij ook, dat wij vaak vermoeden. Wij denken vaak na.
En ook is het heel vaak moeilijk om ervoor te zorgen dat wij niet denken. Oftewel, wij hebben niet een vermoeden over een persoon. Het is gewoon zo dat de mens dat heeft. Het is gewoon uiteindelijk iets wat natuurlijk aangelegd is. Dat jij gewoon op een gegeven moment als iemand iets zegt of iemand doet iets, dat je erover gaat nadenken. Dat is een normale zaak. Alleen wat belangrijk voor ons is, en wat wij dagelijks eigenlijk moeten praktiseren, en wat belangrijk voor ons is om het echt mee te nemen, is dat wij, als wij zoiets hebben, dat we het niet bij ons moeten laten blijven. Het moet niet bij ons blijven. En we moeten het dan ook een goede plek geven. Op het moment dat iemand iets zegt of iets denkt. En een voorbeeld hiervan is, iemand zegt iets tegen jou. Of jij hoort van iemand anders dat hij dat over jou gezegd heeft. En jij denkt gelijk dat hij dat gezegd heeft omdat hij jou wilt kleineren. Dit vermoed je. Jij weet het niet zeker. Vervolgens ga je deze persoon ontwijken. Of je durft niet met hem te praten. Je durft hem niet aan te spreken op hetgeen hij gezegd heeft. En dit blijft bij jou. Uiteindelijk zal de band die tussen jou hem, tussen jou of haar was, zal uiteindelijk kapot gaan. Waarom? Slechts omdat jij iets vermoed had. Slechts omdat jij dacht dat die persoon dat gezegd had om een bepaalde reden. Terwijl je het niet eens hebt, je bent het niet nagegaan waarom hij het gezegd heeft. En daarom is het ook verboden. Daarom is het verboden in de islam om op vermoedens af te gaan. Want de banden die wij hebben tussen elkaar kunnen daardoor kapot gemaakt worden. En zelfs als je weet dat iemand iets verkeerd doet, of je ziet het, of hij zegt het, dan is het nog steeds het allerbeste om goed te denken over deze persoon. En niet direct handelen naar hetgeen je gezien hebt of gehoord hebt. Zo heeft ook de profeet en de boodschapper Isa alayhi salam het ook gedaan. In een hadith overgeleverd door al-Bukhari, waarin de profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt dat Isa alayhi salam een keer een persoon zag. En deze persoon stilde. Vervolgens ging Isa alayhi salam naar hem toe en hij zei, Sarakt, heb je gestolen? Deze persoon antwoordt vervolgens, hij zegt, Kalla, wallahi alladhi la ilaha illahu. Wel nee, ik heb niet gestolen. Dat wil hij eigenlijk zeggen. Bij Allah, naast wie er geen God is, dan hij zelf. Dus deze persoon ontkent het. Vervolgens zegt Isa alayhi salam, dit is hetgeen wat ik eigenlijk wil zeggen, is dat Isa alayhi salam, nadat deze persoon op Allah gezworen had, heeft hij hem geloofd. Hij zegt, Amantu billahi, kadhabat aini. En mijn ogen hebben mij voorgelogen. Oftewel, mijn ogen hebben gelogen. Hetgeen wat jij gezegd hebt, klopt. Dus kijk naar het gedrag van deze nobele profeet. Omdat deze persoon bij Allah zweerde, heeft hij vervolgens zijn vermoedens gewoon laten varen en is hij er niet achteraan gegaan. Terwijl hij het zelfs met zijn eigen ogen gezien heeft. En vervolgens, als het niet anders kan dan dat het een slechte zaak is wat deze persoon gedaan heeft. Dus je hebt gezien dat iemand iets verkeerd heeft gedaan. Dat kan. Maar dan is het nog steeds het gedrag van de moslim dat jij deze persoon adviseert. Dat je naar hem toestapt. Dat je tegen hem zegt dat dat niet kan. Dat hij dat gedaan had of dat hij het gezegd heeft. En als je daar niet toe in staat bent, dan ga je op zijn minst zijn fouten bedekken. Als hij bijvoorbeeld een bepaalde zonde heeft, dan bedek je zijn fout. Want de profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt in een bekende hadith, dat degene die een moslim bedekt, de profeet zegt, men satara muslimen, degene die een moslim bedekt als hij een fout heeft gemaakt. Dus je ziet iemand dat hij iets wat doet, en jij bedekt hem vervolgens, jij wil ervoor zorgen dat hij niet, als het ware, bekend wordt bij de mensen met deze zonde, en je weet dat het geen zonde is waarbij andere mensen onrecht worden aangedaan, en jij bedekt hem vervolgens, dan zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam over jou en jouw beloning dat Allah subhanahu wa ta'ala jou ook zal bedekken in het wereldse en in het hiernamaals. Men satara muslimen, satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Allah zal jou bedekken en hij zal ook jouw fouten bedekken in dit wereldse en in het hiernamaals. Beste broeder en beste zuster, het goed denken over jouw moslim, over jouw medemoslim is een belangrijke zaak. Want wat zou jij ervan vinden als je wist, dit is een punt wat heel belangrijk is, daar moet je maar eens goed over nadenken, is dat als jij zou weten dat de meeste mensen met wie jij omgaat en die bij jou leven, dat die slecht over jou denken. De meeste mensen. Hoe zou jij je dan voelen? Dan zou je je zeker niet op je gemak voelen. En dat zou je ook niet voor jezelf wensen. Je zou niet voor jezelf wensen dat deze mensen slecht over jou dachten. Vandaar dat het belangrijk is dat je ook de mensen om jou heen erop aanspoort dat ze ook goed denken over andere mensen. Want uiteindelijk, als je dit doet, dan zul je voor jezelf een omgeving creëren waarbij andere mensen goed over jou denken.
maar waarbij jij zelf ook over andere mensen goed denkt. En deze omgeving wil je graag inzitten. Jij wil graag bij mensen zijn die het goede met jou voor hebben, die goed over jou denken. En als ze een keer een slechte gedachte hebben, dan weet je dat ze het uiteindelijk ook wegduwen en dat ze het een goede plek geven. Want uiteindelijk, de mens wil altijd het goede voor zichzelf, maar ook voor de medemoslims. Maar dan is het wel belangrijk dat we elkaar herinneren aan dit feit. En dat we dus goed moeten denken over elkaar. En het komt, en dat zeggen de geleerden ook, het is namelijk zo dat iemand die vaak slecht denkt over iemand anders, is een persoon met veel jaloezie. En deze persoon die veel jaloezie heeft, is eigenlijk iemand die alleen maar aan zichzelf denkt. Dit zeggen de geleerden. Dus iemand die vaak over iemand anders het slechte denkt, is iemand met veel jaloezie. Vandaar dat het ook belangrijk is dat je hier vooruit kijkt. Dat je dus niet vaak slecht denkt over andere mensen, en dat je goed denkt over jouw medemoslim. En er zijn bepaalde zaken die jou steunen of die jou helpen dat je goed kan denken over de moslims. En de meest belangrijke en de eerste is dat je altijd het goede wilt. Jij wil altijd het goede voor jezelf en voor de mede-moslims om jou heen. Want zo hoort de moslim te zijn. Hij wil altijd het goede voor zichzelf en de mensen om zich heen. Want waarom helpt dit uiteindelijk om goed te denken over de mensen om je heen? Is dat als jij het goede wilt voor jezelf en voor jouw mede-moslim, dan train je jezelf om ook goed te denken over de moslims. Dus dat is het eerste punt. Dat je altijd het goede wilt voor jezelf en ook voor de moslims om je heen. Want dit zorgt er uiteindelijk ook voor dat je goed over hen denkt. Het tweede punt is dat als er een keer iets bij de moslims vandaan komt, mensen om je heen, ze zeggen iets of ze doen iets, dan moet je ervoor zorgen dat je altijd deze daden of deze woorden een goede plek geeft. Dus een broeder of een zuster zegt iets tegen jou, dan moet je ervan uitgaan dat hij of zij een goede bedoeling heeft. En dat je zoekt naar een goede reden waarom deze persoon het gezegd heeft. Want dit zorgt ervoor dat de vermoeden die jij hebt niet bij jou blijft. En als die bij jou zou blijven, dus de vermoeden die je over een persoon hebt, nadat hij bijvoorbeeld iets gezegd heeft of nadat hij iets gedaan heeft, deze vermoeden komt bij jou en je bent niet in staat om het weg te duwen, dan heb je op zijn minst het een goede plek gegeven. Oftewel, je hebt een goede reden gegeven waarom hij dit gezegd heeft. En vervolgens zal de band die tussen jou en hem is, zal sterk blijven, zonder dat jij nog wrijving hebt met deze persoon. Een derde punt die ervoor zorgt dat jij goed kan denken over de moslims, is dat jij niet de mensen moet gaan beoordelen op hun intentie. Want jij kan nooit de intentie weten. De intentie kan je nooit weten, dat weet slechts Allah subhanahu wa ta'ala. En daarom ook in een bekende hadith die overgeleverd is, waarin Usama ibn Zayd, een metgezel van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, een keer op een slagveld was, waarbij hij een ongelovige in de val had gelokt. En hij wou hem vermoorden. Vervolgens zei deze persoon, La ilaha illallah. Oftewel, hij getuigde dat er niemand het recht heeft om aanbeden te worden, behalve Allah. Maar ondanks dat heeft Usama ibn Zayd hem toch doodgemaakt. De metgezellen die met Usama waren, die zijn naar de profeet toegegaan om dit uiteindelijk te vertellen. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam is heel erg boos geworden op Usama ibn Zayd. En hij zei tegen hem, Ashaqaqta an sadri, heb jij zijn borst opengemaakt? Heb jij zijn borst opengemaakt en gezien wat hij intendeerde toen hij dat zei? Nee, dat heeft hij niet kunnen doen. Dus hier leert de profeet sallallahu alayhi wa sallam ons om niet af te gaan op de intenties, oftewel niet de mensen te beoordelen op hun intenties, want wij kunnen dat niet weten. Wij moeten de mensen altijd, als het ware, beoordelen naar hetgeen wat wij zien. En niet afgaan op intenties. En dat helpt ook ervoor, dat helpt jou en mij en ook andere moslims om goed te denken over jouw medemoslim. Dat was mijn laatste punt. En ik wil dan afsluiten ook met één mooie advies, inshallah, is dat het goed denken over de moslims, dat siert jou. Het siert een persoon als jij goed denkt over jouw medemoslim. Maar het slecht denken over jouw broeder of over jouw zuster zal jou uiteindelijk een slechte gedrag geven. En dan zullen uiteindelijk de mensen die om jou heen zijn, zullen van jou wegrennen. Want zij weten uiteindelijk dat jij ten eerste slecht over hen denkt. En vanwege jouw slechte gedrag willen ze niet eens bij jou in de buurt komen. En daarom sluit ik af met de woorden van Allah subhanahu wa ta'ala, waarin hij zegt, Ya ayyuhalladhina amanu, o jullie die gelovigen, ijtanibu kathiran min adh-dhann, blijf uit de buurt van de meeste vermoedens. Inna ba'da adh-dhanni ithm, want
sommige van de vermoedens kunnen een zonde zijn voor jou. Dat was mijn laatste advies aan jullie, beste broeders en zusters. Morgen inshallah is er een nieuwe aflevering van Wadhakir. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Wa astaghfiruka wa atubu ilaik.